Deze beelden worden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl. Hoi Veenstra, ACV VVG 2-2. Twee keer op achterstand, twee keer teruggekomen. En het was spektakel in de tweede helft. Ja, vooral de tweede helft ging het goed los. We speelden ook wat opende. Hè. Het ging van hot naar her. Maar ja, ik sta hier wel een beetje met dubbel gevoel. Ik denk dat wij vandaag wel 3 punten kunnen, misschien ook wel moeten pakken. Ja, de eerste helft. VVG begon iets beter. Maar daarna pakte jullie het goed op, denk ik, vanaf het na een kwartier. En kregen jullie ook de beste kansen van de wedstrijd. Ja, nou, ik vond dat 10 minuten. In het begin was het even lastig. Hè? We creëerden 2 kansen. Alleen ik denk dat we daarna gewoon de betere waren. Hun hadden meer de bal. Alleen het omschakelen waren wel gevaarlijk. Djebabu, Pascal en of wat kansen. Alleen die gaan er dan niet in. Nou, dan weet je, het tweede helft dat lastig wordt. Maar als je de 2-2 maakt in de 90e minuut, dan moet je blij zijn met een punt, denk ik. Ja, want het zag er even niet meer uit, want die 2-1 van VVG die viel ook vlak voor tijd. Het zegt wel wat over jullie wilskracht, denk ik. Nou ja, ik denk, voetballend zijn we misschien niet de beste ploeg van deze competitie. Alleen, ik denk dat wij allemaal met z'n allen wel hard voor elkaar willen werken. En ik denk dat het vandaag beloond is. Dat we nooit opgeven en dat we gewoon altijd maar doorgaan. Volgende week uitwedstrijd naar Veenendaal om tegen Dovo te spelen. Die kennen we nog van vorig seizoen. Zin in? Ja, het is altijd een leuke wedstrijdje tegen Dovo. Vorig jaar hebben we hem ook 2 keer gespeeld. Dus we gaan er weer met volle moed heen. Nou, heel veel succes en we zien elkaar volgende week in Veenendaal. Deze beelden werden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl.